Ik ben bioloog, ik ben biologie-leraar. En dan ben je eigenlijk automatisch fan van deze beste man en de schrijver van dit boek, Charles Darwin. En in het kader van de Nacht van Kunst en Wetenschappen leek het mij wel aardig om iets te vertellen over de romantiek van Darwin. En Darwin was een echte romanticus, dat weten heel veel mensen niet. Iedereen denkt, oh, wetenschapper, maar hij was echt romanticus. Een van de redenen dat hij meeging op het schip de Beagle was dat hij enorm fan was van de reisverhalen van Alexander von Humboldt, een romantisch wetenschapper uit Duitsland. Nou, ik was ermee bezig met het voorbereiden van het praatje en toen moest ik de hele tijd denken aan een debat wat ik een keer had gehad. En dat debat dat heette God of evolutie. Dat vind ik een beetje een tegenstelling wat mij betreft niet echt opgaat, maar dat maakt niet uit. Na de tijd kwam ik met een kerel in gesprek en dat was een pittige discussie die wij kregen. En we kwamen er natuurlijk niet uit, maar hij zei aan het einde, een van de dingen, hij zei eigenlijk, ja, het kan wel zo zijn dat je misschien gelijk hebt dat het wetenschappelijk wereldbeeld het beste beschrijft, de beste beschrijving geeft van de werkelijkheid, maar het verhaal van de Bijbel is veel mooier. En ik had niet zo snel een reactie erop. Maar ik hoop dat jullie nu zo meteen kan overtuigen van het feit dat in ieder geval de wetenschap ook een mooi verhaal heeft om te vertellen. Laatst was ik in Ierland en daar zag ik deze kever. En die ligt hier in mijn hand. En deze kever en ik hebben veel meer met elkaar gemeen dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Wij ook allemaal trouwens. En dat hout hier op de vloer ook. We zijn namelijk gemaakt van dezelfde processen. We hebben een gemeenschappelijke oorsprong. We zijn echt familie. Al onze atomen zijn namelijk ontstaan in een ontplofte ster. En we zien hier een resultaat. In 1605 zag Johannes Kepler een hele heldere nieuwe ster. En als we daar nu naar kijken, zien we dit, een hoop stof. En we weten waar die stof van gemaakt is. En we weten ook waar die ster daarvoor van gemaakt is. En dat doen we op de volgende manier. We breken het licht in alle kleuren van de regenboog van zo'n ster. En wat je dan ziet is van die zwarte streepjes. Dat noemen we absorptiespectrum, maar je mag wel onthouden dat het een soort streepjescode is van alle elementen. Want wat gebeurt er in zo'n ontplofte ster? Nou, eerst moet je kijken wat er echt gebeurt in een gewone ster. Wat er gebeurt is het volgende. De lichtste elementen, waterstof, die fuseert tot helium en er komt energie weer vrij. En als die energie, die komt steeds minder, komt er energie weer vrij als je naar zwaardere elementen gaat, tot aan ijzer. Bij ijzer kost het energie. En daardoor koelt de ster heel erg kortstondig heel erg af en daardoor ontploft hij. En dan krijg je heel veel stof. Wat we hier zien is het oudste licht in het heelal. 13 miljard jaar geleden is het licht vertrokken en dat komt nu, eigenlijk in 2005 is het plaatje gemaakt, is het aangekomen. 13 miljard jaar, en er is iets raars met dat licht aan de hand. Want die sterren die geven ook zo'n absorptiespectrum, maar dat klopt ergens iets niet. Wat er namelijk aan de hand is, die absorptiespectrum die zijn verplaatst. En dat kan helemaal niet, want die zijn namelijk specifiek voor een element. Tenzij het heelal uitdijdt, tenzij alle sterren zich van ons afbewegen. En dat is dan ook precies wat we tegenwoordig denken. We denken tegenwoordig dat ongeveer 13,8, 13,7 miljard jaar geleden het hele heelal, alles, een klein bolletje was. En dat dat ontzettend snel is gaan uitzetten. En die uitzetting die zien we nog steeds. Die kunnen we waarnemen. En ongeveer 5 miljard jaar geleden, dus het heelal bestond al een paar miljard jaar, ontplofte hier, ergens hier, een ster. En uit de stofwolk ontstond onze planeet, die we hier trouwens zien vanaf Apollo 17, die op de maan landde en daar deze aarde kon filmen. En op die planeet gebeurde iets heel bijzonders. Er ontstond namelijk een nieuw soort scheikunde. Een scheikunde van zelfreplicerende dingen. Het centrale molecuul in dat bijzondere vorm van scheikunde, dat was DNA natuurlijk. En welk bijzonder proces bedoel ik nou het leven? En het leven is buitengewoon divers. Van bacterie tot schimmel, van plant tot mens. Op een of andere manier zijn we allemaal aan elkaar verwant. En dat kan ik ook bewijzen. Wat ik nou kan doen is dat stukje DNA van al die organismen die we kennen, kan ik een stukje verpakken, naast elkaar leggen en vergelijken. En als we dat doen, dan krijgen we een boomachtige structuur waaruit duidelijk en eenduidig blijkt dat het hele leven verwant is. En wat we hier zien, is al die blauwe, dit zijn
Dit is een DNA-vergelijking van alle organismen waar we het volledige DNA van hebben. In 2005 is dit gedaan ook. En dat blauwe, dat zijn bacteriën. Dat rode, dat zijn wij, schimmels, planten en mensen. Die rode stip, dat is de mens. En dat groene, dat is de rijst. Nou, voor wetenschap, om wetenschap te doen, heb je niet zo heel veel nodig. Je hebt niet het grootste apparaat ter wereld nodig, want we hier zien het CERN. Nee, je hebt alleen een goede vraag, een goede hypothese en een goed experiment nodig. Zelfs mijn leerlingen kunnen dat doen. Vorig jaar hebben twee leerlingen bewezen dat, met hele simpele middelen, bewezen dat biologische kip minder antibiotica-resistente bacteriën bevat dan niet-biologische kip. En als ze daar een verklaring voor hadden moeten vinden, dan was dat de evolutietheorie geweest. En dan hadden ze dit boek kunnen schrijven. Maar gelukkig hoefde ze niet te doen, want 150 jaar geleden had Darwin het al gedaan. En hij eindigde hiermee. It is interesting to contemplate an entangled bank, clothed with many plants of many kinds, with birds singing on the bushes, with various insects flittering about, and with worms crawling through the damp earth, and to reflect these elaborate constructed forms have all been produced by the laws acting around us. These laws are growth with reproduction, inheritability, variability, and the ratio of increase so high as to lead to the struggle of life. There is a grandeur in this view of life, with its several powers having been originally breathed into a few forms or into one, and that whilst this planet has gone cycling according to the fixed laws of gravity from so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved. Dank jullie wel.